Voor de Canadese Elsa was het vorig jaar emotioneel om terug in Nederland te zijn. Het land waar haar ouders oorspronkelijk vandaan komen. Maar juist in de stad waar zij van haar dochter beviel, wilde ze uitleggen waarom ze Elsbeth destijds heeft afgestaan. When I found out I was pregnant, I didn't really, really know what was going on. Never really had the education of sex and, you know, condoms and safe protection, safe sex and stuff like that. It's just like, wow, this has happened to me, you know, like, how did this happen to me? But I cried. I did block a lot of it out, you know, pretended I wasn't until I couldn't do that anymore. I remember my dad was very, very upset, you know, but they weren't angry. I wasn't like scolded bad girl. Voor Elsa was het duidelijk dat zij niet kon rekenen op de vader van haar baby. Zodra Elsa hem vertelt zwanger te zijn, verdwijnt hij uit haar leven. She asked me, who is he? Where is he? What do I tell her? No, what do I tell her? I don't know where he is. I don't even know if the man's alive. You know? He did. I don't want to talk about him, please. Het hoofdstukje biologische vader, ja, dat was dat. Hij heeft ze me wel verteld ook dat ik me niet de naarste verhalen in mijn hoofd moest halen. Dat dat absoluut niet het geval was. Nou ja, daar was ik wel blij om, want dat zijn natuurlijk wel dingen die door je hoofd gaan. Is het allemaal zo traumatisch en naar geweest, dan wil je er eigenlijk ook helemaal niet naar vragen. Maar dat was meteen eigenlijk dat ze zei, dat is het niet geweest. Ze heeft wel heel veel verdriet ervan gehad en het heeft haar wel een flinke klap gegeven. Hoe het gegaan is, de manier waarop. En verder de details heb ik ook, laat ik daarbij en dat respecteer ik. Bij het oude ziekenhuis vertelde Elsa hoe ze door haar ouders naar familie in Nederland werd gestuurd om daar te bevallen en haar baby af te staan. So the hospital was here? Well, it was here. Oh, that's what I mean, yeah. Elsa's zoon Mark, de halfbroer van Elsbeth, was mee voor support. Samen bezochten ze de plek waar Elsa 49 jaar geleden van Elsbeth beviel. Een traumatische ervaring. They put you in a room and was having labor and nobody there. Nobody in the room, just me. Calling for help, calling for help. Push the button. Nothing. Nothing. I don't know how long I was there. Seemed like forever, you know? And I think it was forever. And then finally somebody showed up and I don't know if they broke the water, if the water broke. And next thing you know, I push, push, push. And I delivered her and I tried to see, you know, to see the baby, to see what it was. But you've never seen somebody scoop something up so fast and run with it. It's like you went into a candy store, you stole a chocolate bar off the table, put it in your pocket, and you took off. That's how it was. Then the doctor left, and he said, clean up the mess. Clean up the mess, said in Dutch. Clean up the rotzooi. So I said, oh, wow, you know, because I could understand Dutch, right, you know. And then they put me in a room, and they must have given me the epidural, which I didn't know what that was back then either. But I was frozen from the waist down. I couldn't even wiggle my toes. Nothing. Nothing. And all I could hear was her crying all night long. All night long. You know, if I could have gotten out of that bed, but I couldn't get out of bed. So I had to lay there, listen to the poor thing cry and cry. Elsa heeft haar dochter nooit mogen zien. Wel heeft ze haar de naam Elisabeth gegeven, haar eigen naam. I mean, that's what I wanted. I wanted her to have my name. Because I couldn't live with her, I couldn't raise her, I couldn't be there. I thought maybe if she has a part of me, that's why I wanted to give her my name. Oh my God. She's beautiful. Mm-hmm. She's gorgeous. Mm-hmm. Very.
can't have this. I wanted it for so long. Now you know. I'm kind of at a loss for words right now. Well, it took a lot of courage for you. Because it was my decision to look for you, but you had to come to do it. That was way more scarier, I think. Yeah, then when the phone call came and I thought, oh my God, this is really gonna happen, because never in a million years I thought this would really happen, but you were always in my heart, you were always on my mind. It was real exciting that day. Oh, boy. I don't have the words to explain it. It was just like, a miracle. Yeah, yeah. Just to see you walking across that bridge with your daughter, and I was like, oh my God. Oh my God, it's her. It's real. Nou. Ze komt er al aan. Voor het eerst elkaar zien en in de ogen kijken, dat kan je aan niemand uitleggen wat er dan door je heen gaat. Er gaat zoveel door je heen en je hebt zoveel vragen, maar je weet niet waar je moet beginnen. En eigenlijk het enige, ik was een beetje afwachtend. En merk ik hem later hoor, op dat moment ben ik me daar niet van bewust geweest. Maar omdat het is toch iemand, je kent haar niet, je hebt haar nog nooit gezien. En ik heb altijd gedacht, ja, om iemand in de armen te gaan vliegen die je nog nooit gezien hebt, ben ik zo, kan ik dat? Dus ik was een beetje afwachtend en ik kijk in haar ogen en dat was weg. Now's the time. That's right. Now's the time, right? Never too late. Never too late, no. No, no. Never too late. Het was het meest fijne moment om mijn armen om haar heen te kunnen slaan en haar stem te horen. Jeetje, haar stem te horen ook. En ja, alles viel in elkaar. Het was goed. Het was, ja, heel mooi. Oh, yeah. The best thing that ever happened to me was uniting with you and having you in our family with my husband and my son and meeting you and your family and it's amazing. I'm still in awe. I still pinch myself sometimes thinking, yeah, like, wow, this is real. Yeah, yeah. But it's fantastic. I'm just so full of happiness. Yeah, me too. Yeah, the distance sucks sometimes. In Nederland beleeft Elsbeth met haar moeder en broer een mooie tijd. Bij het afscheid spreken ze af elkaar snel weer te zien. Ik wilde heel graag die kant op gaan om verder te gaan waar we gebleven waren. En ik wilde niet langer wachten. 2 maanden na de eerste ontmoeting stapt Elsbeth op het vliegtuig voor een weerzien met haar moeder in Canada. Zoveel opwinding en zin om er naartoe te gaan, maar ook best wel heel nerveus was ik, absoluut. In haar omgeving zou ik me niet heel vreemd voelen, ondanks dat we ons heel goed voelden samen. Dat zijn dingen die door je hoofd gaan. En daar had ik helaas 8 uur de tijd voor om daar over na te denken tijdens de vlucht. Ja, en dat viel eigenlijk wel van me af toen ik haar zag. Dat was heerlijk om elkaar weer te zien en ook weten dat we echt een hele week de tijd hadden. In Canada ontmoet Elsbeth ook de man van Elsa voor het eerst. Vanaf het moment dat ik er was, heeft hij me ook zo welkom laten voelen. En hij was zo bezorgd naar mij toe hij gaf me echt het gevoel, je hoort erbij. Je bent onderdeel van dit gezin. Dus ja, ik hou heel veel van die man. Het heeft me echt, hij zit echt wel in mijn hart. Hi, oma! How are you? Very good. She's visiting here, so. Yeah, I came over. Eat all the food. Yeah, and drink all the drinks, yeah. Toen wij later in gesprekken kwamen, omdat we meer tijd kregen samen, heeft ze mij ook meerdere malen gezegd, er is gewoon een gat gedicht bij mij. Er is een wond geheeld nu. En al had ik het niet voor mezelf gedaan,
toen zij dit zei, toen dacht ik, oh, godzijdank heb ik het gedaan. Want zij is, nou, dat zegt ze ook, ik ben heel. En dat is, nou ja, dat is natuurlijk, jeetje, dat is voor haar zo 48 jaar lang. En dan nu kunnen zeggen, het is goed, het is klaar, ja. Deze is echt heel gaaf, want ik tegen mijn moeder gezegd, als het gaat sneeuwen, en het sneeuwde daar in die tijd al, nou, het had al een paar keer gesneeuwd. Als het gaat sneeuwen, ik zeg, dan wil ik absoluut een sneeuwpop maken. We zijn heel vroeg opgestaan en toen had het gesneeuwd en toen stonden we 's morgens vroeg stonden die sneeuwpop te maken. En met een wortel en al en de knopen voor de ogen. Nou, we hebben ons rot gelachen. Volgens mij. Ja, dat zie je. It's really important that we keep this relationship going and stronger yeah. every day. Ja. Yeah. Because I want this. I want this more than anything else in the world, you know. And I'm happy, you know. I've never been so happy. Yeah. So, yeah, that's important. It's very important to me to keep this going. We will. Absolutely.